Hallo beste kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. In deze video wil ik graag een Minecraft challenge doen. Vraagt u waarschijnlijk af, wat is de challenge? Ik moet op F1 klikken en dan kan ik niet meer zien hoeveel hartjes ik heb. Ik kan ook niet meer zien wat ik in mijn inventaris heb. Dat is een beetje onhandig spelen. Ik noem dit gewoon de F1 challenge. Misschien heeft deze challenge wel een andere naam of zo. Maar ik noem het F1 challenge, aangezien je hiervoor op F1 moet klikken. Hoe ik wel misschien kan zien is als ik mijn inventaris open, kan ik wel even zien wat ik heb. Oké, had ik in een eerste slot. Ah, zo. Oké, dus het wordt even wennen. Het meest vervelende is ook dat ik mijn hartjes niet kan zien. 7. Zo. Is dit hier de bel? Ik zou ook op zo kunnen zien wat ik heb in mijn handen. Ik ben de laatste tijd ook wel een beetje druk bezig met school en zo, want ik moet nog een stageplek zoeken. En in deze tijden is dat nog best wel lastig om een stageplek te vinden. Vooral door corona. Ah, het 8e slot. Oké. Maar vooral door corona is het heel erg moeilijk. En we moeten ook zelf stageplekken vinden. Dus school doet helemaal niks. Je moet alles zelf regelen. Ik zie ook al wat stenen. Moest melk in dit slot. Ja, hier had ik mijn pickaxe. Mooi. Maar ja, ik had al wat eerder van die Minecraft challenges gedaan. Ik had een keer een challenge gedaan dat ik niet achter, ja, dat ik enkel achteruit mag lopen. Ik had ook een keer gedaan dat ik niet mocht springen. En nu hebben we nog een challenge. Als jullie nog een leuke challenge weten, laat het dan even achter in de reacties. Ik weet niet wat het doel is van ja, deze wereld. Ik denk misschien een huisje maken of zo. Als het goed is, hebben we nog al onze levens. Ik heb nog geen damage genomen. Het zou maar zo kunnen dat we op een half hartje zitten straks. Zonder dat ik het echt door heb dat we op maar een half hartje zitten. Maar doordat ik stageplekken moet zoeken, heb ik de laatste tijd ook wel best wat sollicitaties moeten doen bij bedrijven. En een tip misschien voor mensen die ook sollicitaties moeten doen. Je moet gewoon rustig blijven. Waar heb ik mijn pijl? Ah, hier is mijn pijl. Ik kan misschien ook even wat upgraden. Zo. Ik kan stenen pickaxe maken. Misschien ook een van hout, een houten bijl maken. Volgens mij hebben we nog geen eten. Ik ga mijn inventaris openen. Nope, geen eten. Koeien. Als een beetje vlees. Sorry voor de vegetariërs. Maar we moeten wel nu even dieren afslachten voor eten. Ik vind het nog best wel knap als mensen vegetariër kunnen zijn. Zelf zou ik dat niet kunnen vegetariër worden omdat ik nog veel te graag vlees eet. Ja, al moet ik zeggen dat er tegenwoordig ook vegetarisch vlees is. Alleen ja, ik vind het vegetarisch vlees, ja, voor mij smaakt het nog niet echt helemaal als echt vlees. Maar als er een dag is, komt als het echt helemaal smaakt als echt vlees is, ja, zou ik nog even gewoon ook vegetariër zitten. Ik denk dat hier een, oh, een village. Ik wou net hier een huisje maken of zo, maar ik zie hier al heel wat huisjes bij het dorp hier. Ik even dit wel misschien een beetje ordenen. Ik ga even die iron column verslaan. Oeps. Gelukkig weet ik nog ongeveer waar het is. Pompoenen. Pompoenen is nog best wel zeldzaam. Ik dacht dat ik ook wel hoog genoeg stond voor het jaar in Golem. Maar blijkbaar niet. Ik wil nog gauw snel die iron golem verslaan. Ja, ik heb een bijl in handen. Ik vind het wel een leuke toevoeging dat je ook een beetje kan zien hoeveel levens die column heeft, dan kan je zien als hij een beetje gedamaged is of niet. Vecht ik gewoon met de bel. Ah, ik sloeg gewoon met mijn blote handen, daarmee dat het zo lang duurde. Heb ik nu mijn bel?
Nu heb ik mijn bel in handen. Gelukkig zijn er geen skeletons. Maar zo hebben we ons eerste stukje eieren. En ik even slapen. Oh nee, ik sta in brand. En ik kan niet zien hoeveel levens ik heb verloren. Ik ga hier mijn huis maken. Ik ga het meest lelijke huis maken ooit. Maar ja, dit is gewoon... ja. Dus na deze video ga ik waarschijnlijk toch niet meer verder in deze wereld. Dus maakt het voor mij even niet uit als het een lelijk huis is. Ah, dit wordt echt verschrikkelijk. Mijn blokken zijn op zeker. Ja. Ja, normaal scroll ik elke keer als ik naar een item moet gaan, maar deze keer moet ik checken. Moet ik mijn inventaris checken en dan ook zien op welk nummer het staat. Ja, mijn huis is geen huis zonder een deur, dus die moet ik ook even maken. Kijk, van spruce maken. Een schep. Spruce slabs als vloer. Ah, ik kom net tekort. En daarvoor heb ik denk ik wel een oplossing. Als ik nu furnace hier plaats, dan loopt dit weg. Dan plaats ik dit hier. En dit zit op 8. Dan dit. Kan ik nog. Oeps, ja, ik heb ongeluk een pompoen geplaatst. Zo. Nu nog de deur. Derde slot. Maar dan wil ik hier bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Laat in de reacties weten wat voor challenge ik nog kan doen in Minecraft. En dan zie ik je terug bij een volgende video. Doei doei!